gaan speciaal voor John Lennon zijn grote hit Imagine spelen. Wat zou de popmuziek zijn geweest zonder de Beatles? En waar zouden de Beatles zijn geweest zonder John Lennon? Het is woensdag 8 december, precies 30 jaar geleden, dat Beatle John Lennon vermoord is. Dat was de aanleiding voor muziekdocent Guido Buijs-Rogge om een tentoonstelling samen te stellen. Vandaag is het 30 jaar geleden dat John Lennon is vermoord. En dat is natuurlijk een moment om stil te blijven staan. En ik als muziekdocent moet daar even aandacht aan schenken. Vandaar dat ik deze tentoonstelling heb ingericht. En met allemaal belangrijke memorabilia van John Lennon. Onder andere de krantenknipsels na zijn overlijden. Lennon is misschien wel een van de belangrijkste componisten van de geschiedenis van de popmuziek. Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook wel een hele grote fan ben van Paul McCartney. Daar ben ik ook een paar keer naartoe geweest. En die heeft toch wel ook heel veel fantastische liedjes geschreven. Samen waren we misschien nog beter. Samen beter dan de twee apart. Maar Lennon was natuurlijk als persoon ook heel interessant. Hij bemoeide zich ook met politiek en dat deed Paul McCartney nooit. Hij kwam heel duidelijk voor zijn mening uit. Controversieel soms. In de muzieklessen schenk ik daar aandacht aan en dan probeer ik leerlingen een beetje duidelijk te maken wat voor een belangrijk figuur John Lennon was. En dat zonder hem de popmuziek van nu er heel anders zou hebben uitgezien.